Minister Verhagen was vooral naar Groningen gekomen om te luisteren. De opslag van CO2 in de bodem is een gevoelig onderwerp. De minister wilde van alle betrokken partijen weten hoe ze tegenover de CO2-opslag staan. Ik waardeer het uiteraard zeer dat er zoveel mensen komen. En ik denk dat het ook gewoon goed is dat door dit bezoek dat bestuurders, maar ook organisaties en mensen zelf duidelijk hun standpunten kenbaar maken. Ja. Dus die wil ik horen. In het dorp Leek sprak Verhagen met ongeruste bewoners. Terwijl het Groningse bedrijfsleven heeft aangegeven belangstelling te hebben voor de CO2-opslag, zijn de bewoners juist sceptisch. We willen meegeven dat er geen draagvlak in het noorden is om hier CO2 op te slaan. En dat die zoeken moet naar alternatieven en die moeten liggen in duurzame energie. We willen niet de afvoerput van Nederland worden. Maar het is een goed gevoel om hier met deze mensen te staan. Om Verhagen proberen nog een keer een duwtje in de goede richting te geven. De opslag van CO2 in Groningen wordt een proefproject. Maar Verhagen wil eerst onderzoeken of de ondergrondse opslag veilig is. En daarnaast vindt de minister het belangrijk dat de opslag wordt gesteund door de lokale bevolking. Wij vinden draagvlak belangrijk. En dat is ook de reden waarom ik wil weten wat de mensen in het noorden willen. Dank u wel. Na het bezoek aan Leek vertrok Verhagen naar het provinciehuis om het standpunt van de bestuurders te horen. Ook sprak hij daar met een afvaardiging van milieuorganisaties. De definitieve beslissing over de ondergrondse CO2-opslag valt op een later tijdstip.